Ron Groffel. Van harte welkom bij een nieuwe Autos Go Advice video. En in deze Autos Advice beantwoord ik de vraag: hoe kan ik de lijstweergaven van mijn collega's aanpassen? Nou, in Autos Go, zoals je wellicht weet, is het mogelijk om zelf je lijstweergaven te maken. Met de lijstweergaven bedoel ik de kolommetjes die je ziet op het moment dat je een bepaalde module opent. Ik zit nu bijvoorbeeld in de kandidatenmodule en dan heb ik een kolommetje CV, foto, naam, plaats en status. Nou, op het moment dat ik helemaal hier onderin klik op de naam van de huidige lijstweergave, kom ik in een soort van beheerinterface terecht. En als ik dan op het configuratie-icoontje klik naast zo'n lijstweergave, dan als key user ben ik in staat om hier een globale weergave van te maken, die niet alleen maar voor mij geldt, maar die ook voor mijn collega's geldt. In ieder geval dat mijn collega's hem kunnen kiezen. Nou, hoe het altijd heeft gewerkt is dat als jij een lijstweergave maakt en je maakt hem globaal, dat jouw collega's hem kunnen kiezen, maar dat ze daar nog wel een handeling voor moeten doen. Dus dan moeten ze, het zijn maar een paar klikjes, maar ze moeten toch een paar klikjes aanklikken. Nou, vanaf nu is het ook mogelijk om dit soort lijstweergaves te pushen naar jouw collega's, zodat zonder dat zij ook maar op een muisknopje drukken, dat automatisch zij die lijstweergave te zien krijgen. Nou, hoe werkt dat? We hebben hier een apart vinkje voor gemaakt, een apart recht dat een gebruiker kan hebben, en dat is de lijstweergave admin. Die staat op dit moment nog niet voor mij aan. Gelukkig ben ik key user, dus kan ik die rechten zelf voor mij aanzetten. Ik klik op mijn naam aan de rechterbovenkant. Ik kies voor gebruikersinstellingen. Er opent een flinke lijst met gebruikersinstellingen. En in die lijst ga ik zoeken naar het trefwoord lijst en weergave. Enter. En dan zie ik de instelling Go Algemeen Lijstweergave Admin. Die staat op dit moment voor mij uit. Hier kan ik hem voor mezelf activeren of ik kan hem voor een collega activeren als ik collega's ook lijstweergave admin wil maken. Ik klik hem aan, ik krijg een uitleg van hoe dit werkt, maar ja, ik weet het eigenlijk wel, maar ik ga het nu laten zien. Dus ik zet hem op actief, ik klik op bewaren en bij deze ben ik lijstweergave admin. Nou, vervolgens ga ik terug naar de module waar ik net in zat, de kandidatenmodule. Ik ga terug hier naar de lijst met lijstweergaven. En ik zie hier nu alle lijstweergaven die beschikbaar zijn. Ik klik op het configuratie-icoon naast afdeling recruitment, naast dus die lijstweergaven. En je ziet nu dat er een extra knopje aanwezig is. En dat is standaard voor gebruikers met een knopje selecteer gebruikers. Ik klik erop. Ik zie dat naast dat hij op dit moment bij mij actief is, hij ook actief is bij mijn collega Arjan de Vries. Maar stel nou dat Kim en Martijn ook onderdeel zijn van ons recruitment team. Dan kan ik Kim aanklikken, dan kan ik Martijn aanklikken. En vanaf nu, op het moment dat Kim of Martijn de kandidaatmodule openen, zien zij standaard de lijstweergave afdeling recruitment. Ze kunnen op dat moment nog wel de lijstweergave aanpassen, maar bij deze staat het gewoon goed ingesteld. Het kan vooral handig zijn op het moment dat je nieuwe gebruikers hebt en je wil vanuit je eigen account dat een account van die nieuwe collega alvast goed zetten. Of op het moment dat je een woest briljante lijstweergave hebt gemaakt en die wil je gewoon in één keer naar een hoop collega's of misschien zelfs alle collega's pushen. Naast dat je de lijstweergave kan selecteren voor een gebruiker, kan je ook een gebruiker weghalen. Dus als ik Arjan nu hier weghaal, dan heeft Arjan niet meer deze lijstweergave als zijn standaard, maar dan toont hij gewoon de standaard lijstweergave voor kandidaten voor Arjan. Nou, dit was mijn Autos Advice met het antwoord op de vraag: hoe kan ik de lijstweergaven van mijn collega's aanpassen?